Chairperson, die Vryheidsfront Plus vra al sedert 2007, nadat het gestop is met die bekendmaking van amptelike statistiek oor aanvallen en moorde op plase, dat het heringestel word. Daarom verwelkom ons die onlangse bekendmaking van cijfers hieroor deur die politiecommissaris. Dit is een noodzakelijke stap in die rechte richting. Die stilte hieroor het anderen daartoe gegee dat groot verwarring de afgelopen jaren ontstaan het oor hoe precies ernstig die probleem is. Die VF Plus groeit is in belang van landbouw dat weer jaarlijks bekend gemaakt samen met andere misdaadstatistiek, zodat onnodige aannames so die weggeruimd kan worden. Dus ook nodig dat een duidelijke definitie gevormd wordt oor precies wat van hulle plaas moord, zodat al die betrokkenis wat misdaad rapporteert die rechte statistiek deurgee en een correcte prentjie kan gee. Die VF Plus neemt met kommer kennis van die groot aantal aanvallen, zoals die commissaris gemeld, maar is dezelfde tijd dankbaar dat als die cijfers correct is, daar wel minder moorde plaasvindt. Volgens de cijfers wat ons bezit is daar 1651 mensen op plaatsen vermoord vanaf 1990 tot 2013. In Zuid-Afrika is dit 132 uit elke 100.000 van plaasbevolking, teenoor politiecijfer van 54 uit 100.000 en die gewone bevolking van 31. Die internationale cijfer is 7 mensen per 100.000. Dit is duidelijk dat ons een daadwerkelijke probleem in Zuid-Afrika heeft wat plaasmoorde betreft en die VF Plus verwelkom enige stap om daar een aandacht te geven.